Hallo allemaal, weer een nieuwe aflevering van Nathalie's Trimvlog. En ditmaal hebben we een Welsh Springer Spaniel. Is een nieuwe klant, ze wordt eerst bij ons in de salon. En zoals jullie kunnen zien, is er niet zo heel veel aan te doen. Ze is al redelijk kort geknipt, ditto. Dus ja. Wat we in ieder geval gaan proberen, om de oren te plukken. Om de benen te plukken. En om het gewoon netjes in model te houden. Nou willen deze mensen de voeten kort. Dus we gaan de voeten scheren met de 7 mm. Zodat je in ieder geval mooie, ronde, mooie korte kattenvoetjes krijgt. De binnenkant van de oren gaan we scheren. Hier zitten ook nog wat klitjes, maar ik ga wel proberen om de buitenkant in ieder geval te plukken. Dus nou, we gaan beginnen. Ik weet niet zo goed hoe ze zich gedraagt met voetjes doen. Het wassen was heel braaf, dus we gaan even kijken. Dat kan ook door het beeld. Ik heb een kluis bolletje erbij. Dat is wel heel knap. Natuurlijk scheer je, als je een spaniel scheert, scheer je niet de voeten op, hè, tot hier. Het zijn geen poedels. Dus je scheert eigenlijk alleen tussen de voetjes, tussen de teentjes scheer je weg. En voor de rest werk ik gewoon bij met een schaartje. Ik zet er even wat hoger. Tussen de teentjes, tussen de voetzooltjes heb ik het al kort gemaakt. Kijk, je knipt eigenlijk gewoon netjes die flapjes die hier zitten nog weg. Nou, ze is uitzonderlijk braaf, mag ik wel zeggen. Dadelijk moeten de nageltjes nog geknipt worden. Maar ik heb alleen tussen de teentjes weggeschoren, met de 7 mm. Je kan het ook met de 9 mm doen, dan blijft het iets langer. Die meneer die vroegen echt of de voetjes goed kort mochten. Dus dan doen we het gewoon met een 7. Dan krijg je dus dit soort voetjes. Hij heeft deze hond wel platvoeten, moet ik zeggen hoor. Kijk, hij heeft een soort van hazentenen. Ze horen natuurlijk hele mooie gebogen kattenvoetjes te hebben. Deze heeft echt, dat is misschien wel leuk voor jullie om te zien, deze heeft zeg maar hazentenen, oftewel platvoeten. Dus dat is een beetje jammer, zo komt het niet zo heel mooi uit dat die voetjes... geschoren zijn, maar kijk, je kan echt zien hè, dat deze hele voorvoet is helemaal doorgezakt en die hoort eigenlijk hoort hij gewoon zo. Goed, ik ga even de andere kant doen. Je moet ook overal verstand van hebben, hè? Zo zie je maar. Ik ga dit stukje nog even doen, want je mag namelijk tot het vijfde teentje mag het allemaal een beetje kort. Even wachten. De binnenkant van de voetjes al gedaan. Ik weet niet of het ervoor staat. Als jullie zien, ik doe echt alleen tussen de teentjes. Het gaat er wel een beetje wat. Kan je het zien? Nee. Niet? Een beetje jammer weer. Kijk, dit nog een beetje tot het vijfde teentje, even wachten. Beter. De onder mag het een beetje weg. Nou, dan krijg ik weer even een schaar. Wie is de schaar? Mijn. Pak ik weer even Annemiek de schaar.
Wacht, liefie. Knip ik dan tussen die nageltjes, knip ik dat netjes weg. Ik had hem nog allemaal kort. Ik kan het niet zien, hè? Wat zeg je? Ik kan het niet zien. Je kan het niet zien? Ja, nu gaat het beter. Ah, ja, maar dat komt, ik was even bijna aan het zoenen. Zijn we nog even? Pas op, schat. First things first. Ja. Nou, ik heb eigenlijk niet gevraagd de oren. Ik doe maar zoals ik denk dat het moet. Wat ik een beetje stranger vind is dit. Ik weet nou niet of het is. En dat meen ik echt serieus, hè? Ik weet niet of ze dit zelf geverfd hebben. Of dat dit zeg maar een litteken is, waardoor het haar zwart aangroeit. Dus het kan net zo goed zijn, ik heb eigenlijk geen idee. Ik ga proberen om het oor even te plukken. Daarvoor gebruik ik een klein beetje plukpoeder. Dan ga ik eens even kijken of dat lukt. Dat doe je heel voorzichtig, hè? Je gaat niet hele stukken uitplukken. Zeker omdat ik niet weet of ze het gewend is. Maar kijk. Het wordt uitgeplukt. Dus we willen graag de dingen doen zoals het hoort. Als je ook niet echt hele grote plukken pakt, dan vinden ze het meestal ook niet zo'n probleem. Het wordt een beetje dunner. Dus ik ga zoveel mogelijk uitplukken. Je wil natuurlijk ook niet dat zo'n hond met hele kale oren gaat rondlopen. Ja, nou dat was mijn poedel. Die ging even onder me zitten. Nou, ik ben helemaal niet zo zwaar, poedel. Niet zo aanstellen. Kijk, maar je kan zien, hè. Ook al zijn ze altijd geschoren, neem even de moeite om het te plukken. Het wordt namelijk zoveel mooier, de kleur. Die kleur die wordt dadelijk helemaal zo als je die oren mooi kan plukken. En het is een welspringer. En welspringer worden wel de oren geplukt. Een Engelse springer blijft lang. En een welspringer is kort. Dus wel. Wel de oren. Dat is misschien een leuk een ezelsbruggetje. Jullie gaan door voor de ijskast. Maar kijk eens hoe goed dat te plukken is. Hier. Dan word je als trimster word je daar echt gelukkig van. Nou zit Kar daar. Die gaat even mijn spelletje spelen. Op mijn telefoon. Heel stiekem. Die deed net zo alsof ik het niet... Maar... Ze doet net alsof ze het niet hoort. Maar kijk nou eens. Hoe mooi. Kijk. We hebben trouwens, ik moet even filmen, ik heb fans. Vinden ze leuk om te filmen? Nou, weet je wat het is? We gaan, ik vind het jammer dat ik moet filmen, anders had ik me graag opgefilmd. Alleen niet. Jee, vooral die Annemiekje. Nou, weet je wat het leuke is? We mogen daar natuurlijk de andere kant doen. Ik wil graag even deze. Maar kijk eens, dat is enkel oorhaar. Maar kijk eens hoe geweldig. Dat komt dadelijk zo verschrikkelijk mooi terug op kleur. Ja, daar wordt een trimster, maar ik denk dat ook een eigenaar daar gewoon blij van moet worden. Want zo hoort het nou eenmaal. Waar is je poppetje? Nog even een beetje. Ik doe het nog net iets makkelijker. Ja, even iets lager. En als je gewoon kleine plukjes plukt, dan vindt ze dat helemaal geen probleem. Doodse stilte hier in de zaak. Het is de laatste, dus vandaar dat het ook lekker stil is. Oh. Ja, sorry.
Ja, dan neem je net een te grote pluk en dat is gevoelig. Oh. Je bent ook wel een beetje tuttig. Dat moet ik ook wel even zeggen. Nou, boven op het hoofd, dat kan je ook zien. Het is allemaal doodhaar, hè? Moet er allemaal uitgeplukt. Ga dat nou niet evileren. Want dat wordt echt niet mooi. Het is een kleine moeite. Ja, dat is poedel. Ga maar niet. Doe maar niet. Hij heeft het natuurlijk ook niet echt een welspringer gezicht, hè? Afijn, is het Amerikaans kampioen. Nee, het zal wel een echte zijn, maar ik denk dat het meer een soort jaagtype is. Het is voor de jacht. Oren mag je ook de aanzet mooi plukken. Ja, ik denk dat dat toch mega leuk is om te doen. Als jullie zien, kijk, het is enkel dat. Dus het is. Hier wordt hier en daar wel een beetje dunner, maar ja, het is of het een of het ander. Waarschijnlijk is dit altijd geschoren geweest, ja. Dan kost het iets meer moeite om het weer op kleur te krijgen. Maar het is wel heel leuk om te zien. Dus, ja. Wie gaat er wat doen? Ik ga even de binnenkanten van de oren even scheren. Dat doe ik met de Heiner, met 1.8. Goed gekleurd. En de oorschelp neem ik mee. Hier zit de glitter, dus die neem ik ook even mee. Kijk, een enorme dikke glitter achter. Dus dat scheer ik even weg. Dit niet te veel, maar wel even. Zo, daar vallen toch die oren overheen. Dus je ziet het niet. Gewoon kleine stukjes. Ga eens weg, poedel. Dat ligt er nog. Meestal is het prijs rond de 50. Ja, ja. Ja. Nou, zo wordt zo'n oor toch fantastisch mooi. Ja. Ik ga dat weken op 50, maar kan het alleen maar.
ja, dan moesten wij inderdaad wel even wat aan te doen, inderdaad. Juist, ja, ja. Nee, ik schrik het. Ga ik die oorflap, die ga ik nivelleren. Dan ga ik even kijken waar mijn evenweerschaar is. Ja. Is dit voor jou zo goed? Sensor. Ja, klopt. Ja, want dan ga ik niet hebben om ze even een kwartier al bij gedaan te hebben. Nee. Is het anders makkelijker voor je om een 12 uur? Nee. De bandjes mogen te kort. En dan heb ik even een fijne sensor. Ja, dan zitten we ze daar op. En dan... Hij wordt hier wel heel dun aan de bovenkant, dus ik denk dat dat beter is als maar een heel klein beetje evenveren. Ik wil even mijn fijne sensor. Is die hier? Yes. Yes. Want die randjes die zijn niet te plukken? Of nou, gevoelig? Ja, dat is te gevoelig. Ik zag er net al dat ze een beetje last ervan had, inderdaad. De rest heb ik echt allemaal geplukt. Kijk, en het wordt ook allemaal een beetje dunner, hè? Zeker daarboven. En er is altijd even alleen bij haar? Nee, normaal pluk je zo'n heel oor. Ik denk dat we hier al veel gewonnen hebben, hè? Omdat deze natuurlijk altijd geschoren zijn. Dus en eigenlijk is het hele oor gewoon netjes uitgeplukt. Even kijken hoor. Wie van mijn meisjes wil de andere kant doen? Want ik ga zo even de beentjes nog plukken. De andere kant moet natuurlijk ook gedaan worden. Wie wil er op beeld? Nou, niet allemaal tegelijk, want jullie zijn wel... Kijk, dit doe ik nog wel even, want dat is net even die lichte kleur. Zie je, ze zijn echt aan het vechten van wie nou wat gaat doen. Laat me niet de keuze moeten maken, hè? Laat me niet moeten kiezen, hè, wie het gaat doen. Ja, volgens mij is de keuze op Meta gevallen. Nee, zitten. Ik ken niet alles tegelijk, hè? Jammer. Goed. Zoals jullie hier zien, hè? Kijk, dit is allemaal... Nou, ik ben Meta. Hallo Meta. Hallo. Dit is allemaal dood en door haar. Je kan het zien. En oh jemie, nemie. Wat is dat toch lekker te plukken. Moet er allemaal uit. Kijk, dat is echt dat wolhaar wat hier zit. Ik ga heel even een stoel pakken. Ze zitten allemaal met een dikke pond op mijn stoel. Ik ga heel even een stoel pakken. Hey, poedel. Ja, meet. Ja, dat is niet. Kijk, je pakt het even vast en dan ga je heel voorzichtig... Ze denkt, wat gebeurt mij? Maar kijk, dat is echt dat dunne haar, wat echt aan de zijkant van haar benen zit. Lieve meid, je wil iets minder graag voor. Ja. Sorry. Doe anders even die kant eerst uitplukken. Je weet wat je moet plukken. Nee, laat me nou niet... Ga even uit beeld.
Meet. Meet, kijk. Ja, schat. Dit moet geplukt worden, hè? Kijk, dit moet. Kijk, je kan het ook zien, nou, kijk. Dit moet allemaal geplukt worden. Zie je, kijk. Je pakt het even zo en dan maak je mooi. Dat dijbeen maak je mooi glad. Kijk eens. Meetje. Het is toch te grappig dat het allemaal kan. Laat het eens aan de andere kant zien. Ja, kijk. Kijk goed naar deze kant. Kijk. Wat je leuk. En ze ruikt naar bloemen. Lekker. Heel erg lekker. Kijk, dit moet allemaal weg. Dat pluis. Heel goed uit te plukken. Nou, zoals jullie zien, hè, er is niet zoveel beenbeharing, dus dat ga ik dadelijk gewoon netjes maken. Ik vond het toch te leuk om er geen vlog over te maken. Wat wel mooi is, is dat de vacht mooi aan ligt. Meestal hebben ze van die slagen erin. En ja, ik ga weer veel naar tentoonstelling. En wat ze dan doen, is maken ze die hond vochtig. En dan leggen ze er een hele strakke deken overheen. En die gaat dan pas de volgende dag gaat die pas af. En zo blijft dat haar mooi liggen. Dus ze maken het vochtig, dan komt er een soort deken overheen. Hè? Ook al heb je dus dit soort kruiden, dan maken ze dat vochtig en dan trekken ze er een deken overheen, zodat dat haar zo blijft liggen. En daarom zie je dus op de tentoonstelling honden die niet van die kruiden hebben. En daarom zal dat bij ons nooit kunnen, want ja, die honden hebben nou eenmaal kruiden. Zoals dit. Ja, dat is nou, je kan het heel moeilijk uitplukken. Het kan wel hoor, kijk. Maar dan moet je echt haartje voor haartje. Je ziet wel, ze is echt bijzonder braaf. Ze is er zelf ook mee eens. Jawel, ze is er wel mee eens. Dan gaan we dadelijk die hals, die gaan we uitscheren. Dit. Ik dacht dat Meten al weer gepeerd was. Nee hoor, ben ik wel. Alleen het achterstrookje mag blijven staan, hè? Dus dit moet er allemaal uit. Voel goed in de oksels of daar geen klitten zitten. Zal ik eventjes de hals uitscheren? Dat ga ik doen met de 9 mm. Ga ik doen met de 9 mm. Ik ga het even opkammen. En dan de borstbeen iets hoger. Dan haal ik het weg. Ik weet niet of het allemaal een beetje gewend is. Niet te veel het gezicht insteren, hè. Dit is eruit en dan ga ik even met mijn evalueerschaar ga ik het allemaal netjes in elkaar over laten lopen.
moet eens even kijken. Even zo, ja. Zo zie je dat ze een mooie hals heeft. Ik wil even mijn eigen kammetje. Zitten jullie daar te giechelen? Mag ik even mijn kammetje? En anders dan. Niemand de deur uit? Oh nee. Kom eens hier. Joehoe. Even hier. Oh, ja, goed zo. Ik zie je. We zijn natuurlijk geen experts, hè? Geen expert in het show klaarmaken van de springers. Wij doen het zoals wij denken dat het moet. We hebben de rasbeschrijvingen hebben we natuurlijk gelezen. Als je nou nog verder die kant op gaat, dan val je dadelijk van de tafel. Want je hebt andere specialiteiten net. Welke zijn het ook alweer? Nou, ik ben op de eerste plaats ben ik gespecialiseerd in de poedels. Daarvan kan ik dus ook echt alle modellen knippen. Want ik vind als je. Dus je zit op mijn tondeuze. Nou, weet ik niet. Je staat er gewoon. Je staat er zelf. Oh, je staat met de. Sorry. Sorry, schat. Ik vind als je gespecialiseerd dat je dan zeg maar echt wel alles moet kunnen knippen. En daarbij komt, ik ben gespecialiseerd in kommen. Die knip ik zowel voor de show als dat ik ze gewoon als huishond knip. En verder vind ik, persoonlijk vind ik, de boemertjes en de jorkjes en de chichoetjes, die worden meestal, mag die stukje hier naartoe. Die worden meestal door mij gedaan. En de plukhonden en zo, de spaniels, die worden door Angelique gedaan. Dus zo hebben we allemaal een beetje onze eigen specialiteit. Maar ik vind als jij een trimster bent, dat je eigenlijk van alles wel moet kunnen trimmen. Zo heb ik bij wijze van spreken, moet ik het goed zeggen, 4 december heb ik hier op een vrije zondag, heb ik hier een zwarte rus. Een zwarte Russische terrier. Nou, die doe ik in mijn eigen tijd. Die mensen komen die hond helemaal van ver brengen. En dat doe ik in mijn vrije tijd om te vloggen. En dan ga ik echt helemaal speciaal opzoeken hoe dat nou moet. Ik ga fokker benaderen. En weet je, ik ben gewoon nog altijd bezig met mijn vak. Ik probeer altijd toch nog beter te worden in wat ik doe. En ik leer gewoon ook iedere dag nog bij. Nou, dat is niet niks allemaal. Weet je, als je ergens gepassioneerd over bent, wat ik denk ik ben, dan sta je ook open, hè, voor allerlei dingen nog om te leren. Wat ik nu net gedaan heb, ik heb net even die achterkant van die voorbenen, kijk, zoals jullie zien is het al helemaal kort, heb ik even netjes gelijk geknipt. En wat haar hier. Hier. Netjes in een. En dit ga ik nog maar even een beetje evenaren. Want het is wel een beetje veel. Niet te vaak je schaar erin zetten. Dus maak je happen. En dat willen we niet. Dus even. Wat ik ook nog even doe. Dus ik ga even in die oksel. Ga ik even een paar hapjes zetten. Daar hebben we net wat klitjes uitgekamd. Die zijn er nu uit. Dus ik ga het een heel klein beetje uitdunnen. Zodat dat niet zo snel meer
weer zou kunnen gaan klitten. Nou, dat heb ik allemaal uitgeplukt. Ik ga een beetje overlopen. Ik ga even vastzetten, want ik zie ervan komen dat ze dadelijk van de tafel springt. Dat is iets. Trouwens, de binnenkant heb ik ook kort gemaakt, hè? Zoals jullie zien, gehoorgang netjes kort. Nou, wil ik jullie nog even de broek laten zien. Als het lukt, kan je erbij, kan je het zien. Ik was een heel klein stukje jaarkant opmeet, want dan kan je misschien even... Ja, ja, een heel klein stukje. Kijk, er zit hier nog allemaal haar. Ik kan het een beetje op. En dan wil ik het liefst met een fijn even leerschaar. Want als je de groeven inzet, dan heb je kans dat je gelijk allemaal happen in ziet. Kijk. Hier zit gewoon een paar keer een knipje erin. Hier komt er toch wel echt heel veel haar uit. Ik zet de staart op. En dan maak ik hieronder maak ik het netjes kort. Dan maak ik deze schot. Maar heeft deze hond natuurlijk helemaal niet veel broek. Dus we zullen hier ook niet te veel van afhalen. Dat is toch wel hoor. Nou wilde deze mensen, die wilden 2 centimeter haar aan de staart laten. Gaan we doen. Ik ga alles naar beneden kammen. 2 centimeter is niet veel. Staan. Dan kan je even je hand onder de buik houden. Een beetje gelijk. Normaal gesproken gaat het niet zo kort, toch? Bij dit ras of wel? Nee, nou ja, misschien wel bij een huishond. Dan zijn er mensen die toch wel vragen van ik wil hem redelijk kort. Maar deze kwam eigenlijk al zo kort binnen. Dus ja. Moet eigenlijk tot aan de hak, maar deze is al een flink stuk langer. Maar ze willen er echt een stuk af. Dat ga ik doen met de evalueerschaar. Een beetje gokken, hè? De mensen zeggen 2 centimeter, ja. Hoeveel, Ik dacht, je wilde dat er maar 2 op mocht blijven zitten. Dat er maar? 2 op mocht blijven, maar dan moest er 2 af. Nee, er moeten 2 op blijven. Oh wel. Is het te veel dan? Dat is meer dan 2. 2 is wel heel... Ja, lijkt me wel heel kort. Mijn vrouw had het over zo lang. Oké. Dus we houden gewoon een beetje de gulden middenweg aan. Ja. Dus jullie zien ze toch aardig wat van die staart af. Dus ik denk dat we hem gewoon zo houden. Ik maak dit nog even netjes. Even kijken. Natuurlijk niet zo heel gek veel af, want er zit ook niet zo heel gek veel op. Kijken we nog even naar de andere kant. Nou, kammetje onder nagel. Oké. Okay.
Waarom gaat het hondje iedere keer aan de zijkant staan? Ik ga ze even zo staan. Zo, want ik kan er niet zo goed bij. Zo. Doe het nog een heel klein beetje netjes weg. En dan is mijn kant is klaar. Dus dan ga ik lekker naar huis. Nee, het is ook bijna klaar. Nee. Ja. Oh, dan kunnen we hier nog even kijken. Nou, ik denk dat hij heel netjes is geworden. Even nageltjes knippen. En nou, dit is mijn versie van een Welsh Springer Spaniel. Ik zeg, hij komt voor het eerst bij mij in de salon. Dus we moeten hem even nog maken hoe wij hem graag willen zien. Dat wil zeggen, dus de oren willen we graag dat hij weer op kleur komen. Zoals jullie zien is dat al een heel stuk gelukt. En voor de rest, nou, ik geloof dat wij hier klaar zijn. Meet gaat zo even de andere kant doen, samen met mij. Dit was weer een nieuwe vlog. Hey. Goedemiddag. Wat vind jij ervan? Ik zeg, we zijn klaar. Doei, tot de volgende.